Nicole en Miranda uit Rotterdam bezoeken vandaag het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Met de snelle waterbus varen ze vanaf Rotterdam naar vestingstad Hellevoetsluis. De waterbus kun je ook nemen vanaf Dordrecht. Een unieke ervaring om op deze manier het Haringvliet te ontdekken. Een prachtig natuurgebied waar veel ontwikkelingen op stapel staan. Hellevoetsluis ligt dus aan het Haringvliet. De Haringvlietsluizen die tussen het Haringvliet en de Noordzee liggen, zijn onderdeel van de deltawerken en houden het gevaarlijk hoogwater vanaf de zeekant tegen. Als onderdeel van de beleefde deltaroute kun je deze technische hoogstandjes met eigen ogen bekijken. De deltawerken in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland zorgen voor droge voeten van 4 miljoen inwoners van Nederland. De vuurtoren en de vestingwallen van Hellevoetsluis vormen samen een bijzondere entree. Dankzij de goede ligging aan het uitgestrekte Haringvliet werd Hellevoetsluis in het begin van de 17e eeuw een thuishaven voor de Hollandse oorlogsvloot. Het was een thuishaven voor bekende admiraals als Michiel de Ruiter, Tromp en Piet Hein. Een stad vol historie dus. En dat is nog overal terug te zien. Nicole en Miranda bezoeken nog een andere historische plek. Droogdok Jan Blanke. Al 200 jaar worden hier schepen onderhouden en gerepareerd. Rondom het dok lopen ondergrondse gangen die vroeger gebruikt werden om de schepen te beschermen tegen brand. Het dok staat meestal droog. En dan kun je tijdens een rondleiding deze gangen zelf ontdekken. Er staat hier boven die hele diepe... Oeh! Wow, dat is inderdaad... Dat is diep. Nou, dat was echt ontzettend leuk om te zien, zeg. Zo door die gangetjes. Echt heel erg leuk. Het droogdok ligt aan de museumhaven, waar je prachtige oude schepen kunt bekijken. Zo ligt er een echte oude mijnenveger, een lichtschip en museumschip De Buffel. Dit schip was onderdeel van de Koninklijke Marine en aan boord herbeleef je de geschiedenis. Mocht je nog een stapje verder terug in de tijd willen gaan, dan is het nieuwste museum van Voorne-Putten een goede tip. In Historyland kom je oog in oog te staan met levensgrote mammoeten en dino's. Dit nieuwe museum is leerzaam voor jong en oud. Kinderen kunnen zelf fossielen opgraven en in de Spiegelzeetoren zie je hoe hoog de zeespiegel hier vroeger stond.